Victor Abon, de charmante barman die we allemaal kennen uit First Dates, heeft onlangs aangekondigd dat hij een punt achter zijn televisiecarrière zet. Niet omdat hij niet geniet van het vak, maar omdat de bijwerkingen van zijn bekendheid hem steeds meer belemmeren. Het begon allemaal als een spannend avontuur: een kans om zijn passie voor cocktails en mensen te combineren voor een groot publiek. Maar nu, omringd door constante herkenning en de druk om altijd vriendelijk en toegankelijk te zijn, voelt het als een last die steeds zwaarder wordt. De spontane wereldreis die hij met zijn nieuwe vriendin wil maken, lijkt niet alleen een verlangen naar avontuur te zijn, maar ook een ontsnapping aan de beklemmende greep van de roem. Victor verlangt naar anonimiteit, naar momenten waarop hij gewoon zichzelf kan zijn zonder de verwachtingen van anderen. Het lijkt erop dat zijn ontsnapping naar exotische orde niet alleen een fysieke reis is, maar ook een innerlijke reis naar rust en vrijheid. Hoewel Victor dankbaar is voor de kansen die zijn televisieoptredens hem hebben geboden, erkent hij nu de schaduwzijde van bekendheid. Het is niet alleen het constant aangesproken worden in restaurants of op straat dat hem dwars zit, maar ook het gevoel van permanent op scherp te staan, altijd paraat voor een foto of een praatje. Zelfs op het vredige koog ontkomt hij niet aan zijn status als publiek figuur, zijn worsteling met zijn bekendheid wordt versterkt door het contrast tussen zijn bescheiden achtergrond en de manier waarop hij door anderen wordt gezien. In zijn geboortestad wordt hij vereerd als een televisie-icoon, een status die hij zelf nauwelijks kan bevatten. Het is een dubbel gevoel van trots en ongemak, waarbij hij zich soms zelfs schuldig voelt over zijn eigen ongemak. Het is dan ook begrijpelijk dat Victor de druk niet langer kan verdragen. Het constante gevoel van op scherp staan, de verwachting om altijd vriendelijk en toegankelijk te zijn, het vergt een tol op zijn mentale welzijn. Het is niet zozeer de aandacht zelf die hem uitput, maar de constante druk om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Als we Victors verhaal horen, worden we herinnerd aan de keerzijde van roem. De prijs die sommigen betalen voor hun moment in de schijnwerpers. Het is een waarschuwing voor degenen die de glamour van de televisiewereld najagen: een herinnering dat bekendheid niet altijd synoniem is met geluk. En voor Victor zelf: Hij kiest nu voor een leven buiten de spotlights in de hoop rust en voldoening te vinden in de anonimiteit van het alledaagse.